schreef een briefje, beste Gerrit, dat ik nooit meer bij je kom. Het is uit, het is finito, doe je das maar zelf om. En je vissen kan ik missen, en je was je sokken nou maar zelf. Het is niet meer uit te wissen, de verhouding staat op 10:30. Menselijk leven om het even, of je rijk of arm bent, zit vol weemoed en ellende, het is een rotzooi en een bende. Nee, je valt niet altijd mee, maar vooruit je bent een dree. In een hutje op de heide van zo'n 1,5 ton ligt een weeskind zonder ouders, bruin te braaien in de zon. Zij is 20, de maîtresse van een handelaar in verse prei. Die kan thuis zijn dorst niet lessen, daarom doet hij dat maar om te heen. Het menselijk leven, om het even, of je rijk of arm bent, zit vol weemoed en ellende, het is een rotzooi en een bende. Nee, het valt niet altijd mee, maar vooruit je bent een dree. In de baaiers, wat niet fraai is, klaagt een jongen, ach en wie. Hij bestal zijn eigen moeder en vergreep zich aan haar ouwe. En zijn vader, een deurwaarde, moest zijn eigen zoon de das omdoen. Het gezin, totaal ontreddend, en dat alles voor een beetje poe. Zijn menselijk leven, om het even, of je rijk of arm bent, zit vol weemoed en ellende, het is een rotzooi en een bende. Nee, het valt niet altijd mee, maar vooruit je bent een dree. Nee, het valt niet altijd mee, maar vooruit je bent een dree. Maar vooruit je bent een dree.